We staan hier op de betonhub van Schiphol. Dat is het punt waar betonpuin ingezameld wordt en weer getransformeerd wordt voor hergebruik op Schiphol, zodat alles 100% circulair op Schiphol blijft en gebruikt wordt. Ja, de pilot met de aanrookbreker die ontleent betonpuin in zand, grind en vulstof. Dat is anders dan de traditionele breker die er alleen betongranulaat van maakt. En met het ontleden in zand, grind en vulstof kunnen we het 100% gecertificeerd toepassen in de betoncentrale hiernaast. De pilot duurt 2 à 3 weken. In die 2 à 3 weken verwachten we ongeveer 1000 ton betongranulaat in 100% zand en grind en vulstof eruit te krijgen, gecertificeerd, zodat het 100% toepasbaar is in de betoncentrale. Nou, als allereerste besparen we de bulk met nieuw materiaal vanuit het IJsselmeer en het Westelijk Havengebied. Nou, dat is de allereerste besparing. En daarnaast besparen van deze betonhub op Schiphol de transportkilometers vanaf de aanvoer van betonpuin en ook weer de nieuwe beton weer richting Schiphol, ongeveer 50% aan transportkilometers. Dus daarmee ook 50% aan uitstoot van de transportkilometers. En als laatste gaat deze hub op groene stroom draaien vanuit Schiphol, waardoor je helemaal geen uitstoot meer hebt voor het produceren van beton, maar ook het breekproces kan op groene stroom draaien. De ambities van KWS is 2030 emissieloos, 2040 100% circulair. Met deze pilot dragen we goed bij aan die doelstellingen. Maar naast dat we aan de doelstellingen van KWS en Volker Wessel bijdragen, doen we dat tegelijkertijd ook aan de ambitie van Schiphol. Die heeft soortgelijke ambities en hiermee komt de ambitie van Volker Wessels en Schiphol mooi samen. De basis van deze pilot ligt in de ambitie van KWS en Schiphol en de mogelijkheden die de contract biedt. We zijn getipt door Toon van der Aarde, de partner van ons hier eerder op Schiphol. Die heeft ons gekoppeld aan Vincent Hendricks, ook uit ons van het gelijknamige bouwbedrijf. Die had de aanrookbreker staan op het terrein en daardoor zijn we in gesprek gekomen over de mogelijkheden van dit apparaat. En dat sluit naadloos aan op onze ambities, dus vandaar deze pilot op deze locatie.